Dit is de voerupdate van week 43, speciaal voor boerenbusiness.nl. Mijn naam is Kees Maas. We beginnen deze week met de maisoogst. Deze is zo goed als afgerond. Nog enkele laadrijpe percelen en een overgezaaid perceel moeten nog geoogst worden. Hiermee is de prijsvorming in een rustiger vaarwater terechtgekomen. Tot de kerst verwachten wij dan ook geen grote veranderingen. De opbrengst van maïs waren goed, maar niet zo goed als in eerste instantie verwacht werd. Kopers hebben inmiddels wel hun buik volgekocht en in Duitsland is ook ruim voldoende maïs aanwezig. De grote afnemers zoals Vergisters stellen daar zich dan ook zeer terughoudend op. Ze krijgen veel aanbod voor heel weinig geld van andere producten zoals peen, aardappelen en doorgedraaide groenten. Maïsprijzen liggen op dit moment tussen de 1,40 tot 1,60 euro per procent droge stof. En dat betekent dus zo rond de 45 euro Franco bedrijf. De stijger van deze week is eigenlijk de strooprijs. Deze loopt op en lijkt nog niet aan het einde van zijn stijging te zijn. Er is een goede vraag en beperkt aanbod. Zoals al eerder vermeld, is vooral een zeer mooi blank stro schaars. Prijzen daarvan liggen tussen de 120 en 130 euro per ton. Voor donker stro wordt 100 tot 110 betaald. Perspullen blijft een apart verhaal in Nederland. Prijzen blijven onveranderd op 1,95 euro, terwijl vanuit het buitenland duidelijk goedkoper aanbod is. Buitenlandse handelaren proberen zich dan ook in de Nederlandse markt te verringen. Het aanbod is namelijk zeer groot in Europa door de extreem goede bietenoogst. De prijzen van alle andere bijproducten staan ook onder druk. Producten als aardappelstoomschillen, persvezel, maïsgluten en voeraardappelen worden veel aangeboden. Het grootste probleem is op dit moment om nog kopers te vinden uh, met ruimte. De grote kuiloogsten en de afgeronde maisoogst zorgt ervoor dat er weinig ruimte is op de erven. Dat zal zeker tot aan de kerst aanhouden. Dan een blik op de internationale grondstoffenmarkt. Afgelopen week zijn de drie grote grondstoffen, tarwe, maïs en soja, allemaal gestegen in prijs. De belangrijkste aanleiding was het USDA-rapport, waarin de oogstprognose nog een keer naar boven toe werd aangepast. Ook blijkt uit het rapport dat een duidelijk grotere vraag aan het ontstaan is op deze lagere prijsniveaus. En dat voerde de boventoon. We zien ook in Nederland dat de kopers van losse componenten hun voorraden verder aan het opbouwen zijn. Ook zij willen profiteren van de lagere prijzen. Gezien de prijsontwikkeling van de laatste zes maanden, zou er dan ook wel eens sprake kunnen zijn van een bodemvorming. Toch is een grote opwaartse rally niet te verwachten. De omzetten op de verschillende beurzen zijn daar gewoon te laag voor en worden dus niet opgevolgd door de grote traders. Soja en mais gingen in Amerika ook omhoog. Dit werd mede veroorzaakt door de verslechterde oogstomstandigheden in verschillende gebieden. Twee toonaangevende weerstations geven aan dat de kans op El Niño de laatste twee weken duidelijk is toegenomen, en dat boezemt angst. Voor meer informatie over de Voermarkt kunt u terecht op boerenbusiness.nl of volg ons op Twitter via hashtag Voermarkt. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen van de grondstoffenmarkt? Neem dan een abonnement op onze grondstoffenanalyse en ontvang deze elke week in uw mailbox.